net het busje in. En deze mevrouw komt aanrijden. Mevrouw, wat ging je doen? Nou, ik ben net naar het graf geweest van een hele lieve vriendin met een man. En om een bloemetje weg te leggen. Maar nou, ik dacht dat de winkel open was, maar helaas dus niet. Dus ik heb even een weesgroetje gebeden en aan hen gedacht allebei. Want ik mis ze echt, ja. Hoe lang zijn ze al overleden? Marijke is begin dit jaar overleden en haar man al, even kijken, 13 jaar. Maar ik heb zoveel gezellige en fijne dingen met hem beleefd en meegemaakt. Ja, dat het echt wat doet. Dus zo heel af en toe ga ik er ook eens eventjes langs. Wat mis je het meeste aan hen als mens? Ja, gewoon de vriendschap. De fijne vriendschap. Nooit wat over een ander. Waar ik mezelf wel eens schuldig aan maak. Ja, dat is echt waar. En dat was het een beetje. Gewoon lieve mensen die u gewoon mist? Heel erg, ja. Ja. Allebei. Schatten. Schatten van kinderen ook. Dus ik hoop ze nog een keertje te zien binnenkort. Dit zijn jullie. Kijk. Net voordat het gesprekje met jou begon. Nou, we staan er lekker op, toch? Ja, hartstikke leuk. Wil je zelf nog even op de foto met Buske? Vind ik ook wel heel leuk. Nou, doen we dat even. Lekker. Ja, doen we. Leuk. Echt leuk. De dag begint leuk. Elise Xavler, wij wensen u een mooie dag. Goed zo. Ik jullie ook. Leuk jullie ontmoeten hebben.